Het havenbedrijf Gent kocht het huis van de Vrije Schippers op de Graslei in Hartje-Gent aan. Op donderdag 10 november 2011 werden de sleutels van het pand officieel overhandigd. Het havenbedrijf zal het gebouw grondig renoveren en inrichten als havenhuis. In het havenhuis komt er een expositieruimte over de haven. Gentenaars en toeristen zullen er gewoon kunnen binnenlopen om er met de haven kennis te maken. Dit door middel van innovatieve presentatiemiddelen en fototentoonstellingen. Het havenhuis staat op de Graslei, de omgeving waar de roots van de Gentse haven ligt. Maar Gras en Korelei is natuurlijk het bronpunt, de geboorteplaats van de Gentse haven, de plaats waar Gent tijdens de middeleeuwen zijn welvaart heeft verdiend. En vandaag is de haven nog altijd de plaats waar de welvaart verdiend wordt voor de Gentenaars. En in feite willen we hiermee ook symbolisch een link maken naar onze eigen geboorteplaats, de geboorteplaats van de haven van Gent. En die combinatie, de Graslei als historische haven en dan ook nog eens het huis van de Vrije Schippers, maakt dat we eigenlijk een heel mooi en symbolisch havenhuis hebben. Door de tijd heen is de haven omwille van de uitbreiding van de stad steeds verder naar het noorden opgeschoven. Het havenhuis brengt deze opnieuw naar het centrum van de stad. Een strategisch plan van de haven is een van de belangrijke elementen dat wij de Gentse haven opnieuw naar de Gentenaars willen brengen, dat we die opnieuw naar de stad willen brengen, dat we iedereen supporter willen maken van de Gentse haven. En ik denk door die aanwezigheid in het centrum van de stad dat we daar zeker een belangrijke stap bij zetten. En tegelijkertijd zorgen we ook nog eens voor het herleven en publiek openstellen van belangrijk erfgoed. Het huis van de Vrije Schippers dateert van rond 1530 en heeft net als de omgeving van de Graslei een rijke geschiedenis. De Vrije Schippers waren eigenlijk de Gentse schippers die het alleenrecht hadden om goederen te vervoeren op de Gentse wateren, de Gentse binnenwateren. En in de middeleeuwen strekte zich dat toch wel een beetje verder uit dan wat we nu kennen als de omschrijving van de stad Gent. Onder andere de Lieve in de 13e eeuw is door de Gentenaars gegraven en daar was een scheepvaartmonopolie op. En die Vrije Schippers zorgden eigenlijk voor het transport onder andere van graan en andere goederen die vanuit Noord-Frankrijk via de Leie en via de Schelde kwamen en die door moesten naar de toenmalige havens, bruggen, dammen via het Zwin om zo verder over de wereldzeeën vervoerd te worden. Het havenhuis zal ook dienen om onder meer potentiële investeerders in de haven, ministers en ambassadeurs te ontvangen. En 2014 zal het havenhuis voor het publiek de deuren openen.